De afdeling voorlichting jeugdzaken van het Korps Politie Suriname is vandaag gestart met een speciale campagne tegen het gebruik van soekroe. Soekroe is de Surinaamse benaming voor de partydrug crystal meth. Hij behoort tot dezelfde categorie van cocaïne en andere sterk werkende verdovende middelen. Soekroe is niet nieuw, maar de afgelopen weken is er vooral onder de jongeren een abnormale groei te merken in het gebruik hiervan. De campagne is gestart op verschillende scholen in Paramaribo. Milton Bisschop, hoofd van de afdeling, zegt dat de toename van het gebruik van soekroe onder de jongeren de gemeenschap enorme zorgen baart. De politie probeert daarom jongeren te wijzen op de negatieve gevolgen van de drug. Als u gaat drinken, drink uit uw eigen kan, uit uw eigen beker. Als u drinken hebt laten staan, gooi het liever weg. Dat zijn allemaal zaken waarop kinderen moeten letten. Ga niet gierig doen, want alles wat je ziet ga je een keertje eten. Ga niet gierig doen, maar let vooral op je gedrag. Let vooral op wat je eet, met wie je omgaat. En ik zou voorstellen dat u dat de kinderen, de jeugdigen, maar ook de totale samenleving geen spullen, geen drank, voeding van derden accepteren. Tenzij u zegt, oké, ik vertrouw hem, laat die persoon ook een beetje drinken of eten. Nou weet je zeker, of dan ben je nagenoeg 80% zeker dat er geen zaken zijn die erin zijn verstopt. Bisschop zegt verder dat ouders een belangrijke rol moeten vervullen in de strijd tegen het gebruik van soekroe. Hij roept hen daarom ook op de nodige ondersteuning te geven aan het Korps Politie Suriname. Volgens de voorlichter krijgt deze campagne een landelijk karakter. We sluiten. Nergens uit. We gaan niet categoriseren, maar we sluiten nergens uit. We zeggen de message, de boodschap willen brengen overal. Over heel Suriname en we maken ons sterk daarvoor. Ook worden er nu voorbereidingen getroffen om zelf diep in het binnenland te gaan. Om de mensen daar ook te voorzien van die informatie. De ouders willen we ook oproepen. U bent eerste optreder van uw kind. U bent de verantwoordelijke. U weet het, u ziet de dingen, u ziet de beelden op social media, u ziet de onethische handelingen die gepleegd worden. Ik wil u oproepen, ouders, om dit jaar echt te participeren. Let op uw kind. Doe controle, geen daad van vijandschap. Weet waar uw kind naartoe gaat. Laat niet alles over aan de politie of de docenten, maar controleer uw kind en weet waar uw kind naartoe gaat. Milton Bisschop van de afdeling voorlichting jeugdzaken van het Korps Politie Suriname. Dit instituut is vandaag gestart met een campagne tegen het gebruik van partydrugs soekroe.